Uit een loods in Maarsen is onlangs door een stel inbrekers voor 21.000 euro aan kinderkleding gestolen. Midden in de nacht kwamen ze met een bestelbus bij de loods aan de Gageldijk en laden deze bus vol met dozen kinderkleding. De inbraak en diefstal zijn vastgelegd op bewakingsbeeld. Kijk mee. Even voor 1 uur in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 februari komt deze witte bestelbus aanrijden bij de opslagloodsen aan de Gageldijk. De twee bijrijders stappen uit en lopen naar de loods waar de kinderkleding is opgeslagen. Terwijl de een telefoneert, forceert de ander de toegangsdeur. De chauffeur stapt ook uit en met z'n drieën laden ze in 3 minuten tijd de hele bus vol met dozen kinderkleding uit de loods. Dan is de klus geklaard. De chauffeur stapt in. De bijrijders sluiten de laadruimte en stappen ook weer in. En weg zijn ze. Ja, kenteken onleesbaar. Suzanne, voor 21.000 euro aan kleding weg, dat is een flinke buit. Ja, zeker. Het gaat om honderden stuks aan kleding en accessoires van het kinderkledingmerk Je Nest. Het is een niet alledaags merk, alleen online te koop. En praktisch de hele voorraad is verdwenen. We hebben het over jurkjes, jassen, truien, rokjes. Tot aan de sokken en haarelastiekjes toe. Alles is weg. Omdat het een vrij specifiek merk is, denken we niet dat het online te koop aangeboden wordt op Marktplaats of Vinted of zo. We denken dat het verdwenen is naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Oost-Europa. Ja, de kleding terugvinden zal dus best lastig zijn. Maar laten we wel proberen om die inbrekers op te sporen. Misschien komen we via hen dan weer bij de kleding uit. We hebben hun silhouetten. Ja, verdachte 1 heeft een lichte huid. Hij heeft een donkere lange jas aan, een donkere broek en schoenen. En hij had een slagvoorwerp bij zich waarmee hij de toegangsdeur stuk sloeg. Verdachte nummer 2 heeft ook een lichte huid, bovenop kalend en een beetje haar aan de achterkant en de zijkant. En hij droeg een donkere jas, donkere broek en donkere schoenen. En verdachte 3 heeft ook een lichte huid, een pet, een donkere jas aan en een lichte broek en schoenen ook. Weet jij wie deze kledingdieven zijn of heb je een vermoeden? Geef het door via de tiplijn 0800 60 70 of via meldmisdaad anoniem 0800 7000.